Een dode gans ondersteboven aan een touw, 25 boerenpaarden en voldoende bier. Dat zijn de iets wat vreemde ingrediënten voor een namiddagje ganzenrijden in Ekeren. 25 deelnemers met allemaal maar één doel voor ogen. Koning worden van het ganzenrijden. Ze laten dan ook niets aan het toeval over. Ik heb mijn eigen voorbereid, net als alle andere jaren. Door 's ochtends spek met eieren te gaan eten. En 's middags pekenstoep met worst, zoals al onze ruiters dat doen. Dus dat blijft, dat is een ritueel, dat blijft hetzelfde bij ons. Maar voorbereiding alleen is natuurlijk niet alles. Een minimum aan talent is zeker nodig om enige aanspraak te kunnen maken op de titel van koning. Een goede gansrijder moet ten eerste al goed op een paard kunnen zitten. Goed weten hoe de man de nek moet trekken. En zeker nijpen en vasthouden. Dat zijn de grootste kwaliteiten van een goede gansrijder. Wie na een lange strijd uiteindelijk de kop van de gans trekt, wordt alvast voor één jaar de koning van de ganzenrijders van de Lustige Gans.